Hallo, hallo. Leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. De podcast over wetenschap, zingeving, filosofie, technologie en nog veel meer. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast in iTunes, SoundCloud, Spotify, Stitcher of een andere podcast-app. Ik doe verder niet aan advertenties, dus mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Ga ervoor naar patreon.com/Suzanne de Link. Is natuurlijk niet verplicht, maar ik zou het enorm waarderen. De show notes van deze en alle andere afleveringen vind je op suzannedelink.nl/podcast. En ben je op zoek naar een dagvoorzitter of moderator voor bij jouw event? Dan kun je mij inhuren. Neem voor meer informatie een kijkje op suzannedelink.nl. In deze podcast heb ik het met Stefan van der Stichel over aandacht en concentratie. Een bekende uitspraak is dat we tegenwoordig de aandachtspannen van een goudvis hebben, maar gelukkig is daar volgens Stefan niks van waar. Stefan is professor cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht, schreef 2 populair wetenschappelijke boeken over aandacht en concentratie en is hoofd van de onderzoeksgroep Attention Lab van het departement experimentele psychologie aan de UU. Hier wordt door PhD-studenten en masterstudenten onderzoek gedaan naar diverse zaken op het gebied van aandacht. Hier vertelt Stefan ook meer over in de podcast. In deze podcast hebben we het over wat aandacht is, waarom bepaalde dingen je aandacht trekken, hoe je je concentratie kunt verbeteren, fabeltjes over concentratie, zoals die goudvis, en dingen als multitasken, smartphones, verveling en flow. Ik vond het ontzettend leerzaam en leuk om met Stefan hierover te praten. Hij weet er echt heel veel van en kan daar ook heel goed over vertellen. En ik vond het vooral heel interessant om meer te leren over hoe onze hersenen en ogen precies werken. Dat ga je allemaal horen in deze podcast. Veel luisterplezier. Welkom Stefan. Dankjewel. Leuk dat je bij mij in de podcast wil komen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik hoorde over jou, dat jij zei in een interview, je kijkt met je hersenen, niet met je ogen. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, als je het beeld zou ervaren wat op je ogen valt, dat wil je eigenlijk al in geval al niet, want dat is een heel schokkerig beeld. Je beweegt je ogen natuurlijk continu. Mm-hmm. Dat is een eerste stap. Ons brein maakt daar een heel rustige waarneming van. We ervaren niet, stel je maar eens voor dat je een telefoon in je hand hebt en dat je daarmee een filmpje maakt waarbij je continu je telefoon beweegt. Nou, dat filmpje, dat zijn niet de populairste filmpjes, zullen we maar zeggen. Dus je wil een rustig beeld ervaren. Nou, dat is ook wat je brein, wat je eigenlijk ervaart. En dat wordt dus door je brein geproduceerd. Okay. Dus het is geen directe reflectie van wat er in de buitenwereld gebeurt, wat er op het netvlies valt en wat je dan vervolgens ervaart. Nou, dat sowieso niet al, omdat wat je ziet, wat je waarneemt, wat je bewustzijn creëert, is geen reflectie van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld kleur bestaat eigenlijk al niet. Kleur is, ik bedoel, dat zijn golflengtes, maar dat is niet, je ervaart een bepaalde mentale verf, noemen ze dat wel. Maar dat is niet dat het ook daadwerkelijk een 1-op-1 reflectie met de werkelijkheid heeft. En ook de illusies, ik bedoel, je pikt maar een heel beperkt gedeelte van de wereld op. En dat is ook nog eens een keer gekleurd. Je ziet elke een pot pindakaas zie je dan onder schaduw en dan zie je het onder een andere lichtbron. En toch zie je het elke keer enigszins op dezelfde manier. En ervaar je het wel als zijn een pot pindakaas. Er zijn allerlei factoren waarbij we dus wel moeten. Omdat we niet alles kunnen verwerken om ons heen. En we moeten er een soort beeld van creëren. En het is dus niet wat de ogen opvangen. De ogen ontvangen die signalen. Maar je hersenen maken er uiteindelijk een visueel beeld van. Ja, ja. En dat betekent dat het voor iedereen anders is. Hè? Want ieder hersenen interpreteert dat beeld weer anders. En dat zijn wel belangrijke factoren om rekening mee te houden. We hoeven niet alles te verwerken. De aandacht is heel selectief. We richten ergens onze aandacht op. Dat gaan we verwerken. Maar waar jij de aandacht op richt, kan iets heel anders zijn dan waar ik de aandacht op richt. Ja, maar er zijn natuurlijk wel dingen die onze aandacht, waar onze aandacht wel wat wordt aangetrokken. Zeg ja, maar, er zijn wel regels die algemeen gelden. En wat je al noemt inderdaad, als iets heel erg opvallend is bijvoorbeeld, dan trekt dat voor iedereen de aandacht. Maar dat is maar een subset natuurlijk. Onze aandacht wordt niet alleen gestuurd door wat opvallend is, mm-hmm. maar ook door wat jij interessant vindt of waar je aandacht op wil richten. En dat is voor iedereen anders. Dus in een vrij complexe omgeving als deze kamer richt je allemaal aandacht op andere dingen. En nu proberen we onze aandacht natuurlijk op elkaar te richten, hebben we dezelfde doel. Mm-hmm. Maar heel vaak heb je heel andere doelen. En als je met elkaar door de stad heen loopt, zul je ook zien dat iedereen hele andere dingen uit de omgeving oppikt. Ja. Dus dat betekent niet iedereen hetzelfde beeld ervaart. En uit dat beeld dan ook weer verschillende informatie haalt. Mm-hmm. Ja.
Ja, want jij bestudeert dus aandacht en concentratie ook. Daar heb je 2 boeken ook over geschreven. Ja. Waarom vind je die thema's zo interessant? Nou, mijn onderzoeksinteresse ligt in de aandacht en dan de visuele aandacht. Van wat pik je op uit de wereld om je heen? Ja. Dat vind ik ontzettend interessant, omdat het uiteindelijk het beeld van je wereld bepaalt. Mm-hmm. Alleen wat je, waar je aandacht op richt, dat is wat je meekrijgt. De rest van de informatie wordt genegeerd. Dus als je wil weten wat voor iemand belangrijk is, dan moet je dus weten waar iemands aandacht zit. En juist dat hele selectieve en welke keuzes het brein daarin maakt, dat vind ik fascinerend. En ik ben dan vooral geïnteresseerd door het oogbewegingssysteem. Omdat als je ergens je aandacht op richt, dan gaan je ogen er ook naartoe. Mm-hmm. En dat zijn hele snelle beslissingen. En continu beslis je, 3 keer per seconde wel, beslis je om ergens de ogen op te gaan richten. En dat doe je heel goed bewust. Dat denk je helemaal niet bij na, maar dat doe je dus vrijwel continu. En dat vind ik gewoon een inherent interessant onderdeel van hoe doen we dat? En daar weten we eigenlijk nog maar heel weinig van. Okay. Een hele simpele vraag stellen, waar we eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten hoe dat werkt. Concentratie is eigenlijk een beetje erbij gekomen, omdat toen ik dat boek schreef over aandacht, dacht iedereen dat het boek over concentratie ging. Ah. Alle lezingen, die volgens alle vragen die eruit kwamen, die gingen ook allemaal over concentratie. Want dan wordt het geïnterpreteerd als hoe krijg je meer aandacht voor één ding, of hoe kan je langer je aandacht richten op één laatste ding. Ja, want concentratie is het vasthouden van aandacht. Ja, precies. En omdat er alle vragen over gingen en omdat iedereen daar zich een beetje zorgen over maakte in deze tijd. Ja, en dat ook heel veel boeken op de markt verschenen, die ik dan ook las, waarbij ik het idee had dat ze niet helemaal wetenschappelijk klopten. Er wordt een hoop onzin verteld over concentratie. Dacht ik, oké, dan kan ik mijn visie daar ook over plaatsen. Ik vind het ook heel erg interessant, omdat het natuurlijk een deel van aandacht is. Ja. Maar het was echt gedreven door, ja, eigenlijk de roep van mensen om, vertel nou eens het echte wetenschappelijke verhaal over wat concentratie nu precies is. Dus is het tweede boek een soort vervolg op het eerste? Ja, waarbij het eerste boek is, wat grijpt de aandacht? Ja. En waar gaat de aandacht naartoe? Is het tweede boek, hoe hou je het daar vast? Ja, en dat is wat je in het dagelijks leven natuurlijk continu nodig hebt, als je studeert of als je werkt. En dat is in deze tijd natuurlijk vrij ingewikkeld geworden, omdat de concentratie kan vrij makkelijk verbroken worden als er nu iemand binnenkomt lopen of degene, de luisteraar, wordt ineens afgeleid door iets. Ja. Dan zul je ook merken dat het best wel heel wat tijd kost om terug te komen in de taak die je aan het doen was. Is dat veranderd dan in de afgelopen jaren? Nou, er is meer afleiding gekomen. Ja, precies. Dus we moeten beter ons best doen om ons te concentreren. Dat betekent niet dat we het niet meer kunnen. Mm-hmm. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor het idee dat onze concentratie achteruit zou gaan. Maar ik denk wel, de strijd die we moeten leveren om ons te kunnen concentreren is moeilijker geworden. Ja, maar toch kan dat nog steeds. Als iedereen zich afsluit in een kamertje zonder afleiding, zonder telefoon, kan iedereen zich nog steeds concentreren. Misschien kost het in het begin even moeite, maar we zijn het misschien wat minder gewend. Ja, je moet het wat meer trainen. Ik bedoel, het is een spier, hè. Je concentratie moet je uiteindelijk trainen om weer op het oude niveau te komen. Maar ik weet zeker, er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat fundamenteel achteruit zou veranderd zijn. Veranderd is geweest. Het zijn inderdaad een beetje gewoon een vervolgvraag. Maar waar richt je aandacht op en hoe hou je aandacht vast? Ik denk dat laatste, eigenlijk zijn ze allebei heel belangrijk geworden. Van wat richt je aandacht op, wordt dus heel erg vaak door de buitenwereld bepaald, door afleiding en nieuwe notificaties die binnenkomen, busjes die voorbij rijden met piepende remmetjes. Ja. Waar wij nu last van hebben. En dat zorgt ervoor dat we onze aandacht minder goed lang vast kunnen houden. Mm-hmm. En dat is wel een probleem, want concentratie is wel ontzettend belangrijk. Als je iets moois wil bereiken met z'n allen, dan je kan wel een goed idee hebben, maar als je het niet in uiting kan brengen tot een mooi product of tot een mooie tekst of je wil een boek lezen. Voor al dat soort dingen heb je aandacht en concentratie nodig. Mm-hmm. En dat is, concentreren is hartstikke moeilijk. Er hoeft maar iets te gebeuren en het is weg. Ja, heeft dat een reden? Komt dat ergens vandaan dat we zo makkelijk zijn afgeleid? Ja, absoluut. Het was, denk ik, ik ben nooit zo van die evolutionaire verhalen, maar ik denk wel dat deze klopt. Yeah. Vroeger op de prairie, daar gaan we dan weer, was er natuurlijk best wel, nu ook wel, niet alleen op de prairie, maar ook in het verkeer, als er iets gebeurt, moet je aandacht er naartoe. Mm-hmm. Dus als je met je koptelefoon op straat loopt, naar deze podcast aan het luisteren, en ineens gebeurt er iets, dan is het heel erg fijn dat er een ingebouwd systeem in ons brein zit, wat direct ingrijpt. Ja. En de aandacht er vandaan haalt. En de aandacht op dat nieuwe element of die nieuwe event in je omgeving richt. Mm-hmm. Dus het is iets wat ons in staat stelt om te overleven. Ja. Namelijk omdat er ingegrepen kan worden in wat je aan het doen bent. Alleen, heel vaak is dat niet nodig. Heel vaak zijn dat notificaties die je ergens op wijzen wat je misschien helemaal niet hoefde. Maar iedereen zeggen van ik wil niet afgeleid worden, dat wil je wel. Je wil afgeleid worden, alleen het gaat erom dat je af laat leiden door belangrijke informatie die de afleiding verdient.
Ja. En niet door onzinnige kattenfilmpjes die binnenkomen. Nee, precies. Al weet ik dat sommige mensen kattenfilmpjes heel erg interessant en boeiend vinden. Dus moet ik een beetje opletten. Maar voor mij zijn ze niet interessant. Ja. Nee, inderdaad. Maar als je dan op straat loopt, is natuurlijk een heel groot deel daarvan is vooral visueel. En zijn er ook nog andere... Ja, geluid, geluiden, denk ik. Ja. Nee, eigenlijk alles wat sterk is en wat via de sensoren binnenkomt, kan je afleiden. Ja. Natuurlijk, we zijn heel erg visueel ingesteld, maar als je een heel hard geluid laat horen, dat geldt eigenlijk dezelfde regels voor. En dat zijn allemaal reflexen, daar kun je niks aan doen. Dus je moet ook niet van jezelf verwachten dat je kunt concentreren in een ruimte met ontzettend veel afleiding. Probeer dat niet eens, want je moet wel een heel sterk brein hebben, wil je dat voor elkaar krijgen. En dan zal het dood en dood vermoeiend zijn om dat vol te houden. Ja. Dus het is iets wat ingebakken zit in het systeem en daar moet je ook gewoon... Ja, respect voor hebben, zeg maar. En dat gewoon daar niet proberen te veranderen. Nee. Het enige wat je kunt doen is je veranderen, je omgeving zo inrichten dat die afleiding niet gebeurt. Ja, want het is natuurlijk wel dat heel veel bedrijven daarop inspelen met hun diensten en hun tools, dat je aandacht daarop gericht wordt, toch? Ja, die bedrijven weten dat als je informatie wilt overbrengen, dan zul je iemands aandacht moeten grijpen. Ja. Want dat is uiteindelijk wat ervoor zorgt dat je informatie meekrijgt. Als je iets geen aandacht krijgt, dan wordt het genegeerd. Dus moet je iemands aandacht hebben. En dan krijg je dus een strijd om de aandacht. Ja. Als je bijvoorbeeld in de binnenstad loopt, ik liep laatst in New York op Times Square, dat is natuurlijk het meest extreme voorbeeld in de wereld misschien wel. Maar uiteindelijk, ik vind maar dan het wel is mooi. Er zoveel te zien dat je niet meer weet waar je moet kijken. Nee, ik vind het wel mooi om dat te realiseren. Omdat als ik daar loop, dan ben ik natuurlijk toch een beetje nerd, zo maar zeggen. Loop ik daar rond en dan denk ik, ja, toch uiteindelijk kan maar één boodschap nu doordringen. De rest kan schreeuwen wat hij wil, maar gaat niet winnen. Ja. In een stille omgeving kun je een speld horen vallen en dat zal de aandacht trekken. Ja. Maar op Times Square wint er ook maar iemand. Ja. Eén iemand kan uiteindelijk maar de strijd winnen. En dat is per winnen. Persoon verschillend. Dus daarom zijn er misschien nog wel weer zoveel aanbieders die tegelijkertijd proberen op die basale emoties in te spelen. Maar te proberen zoveel mogelijk mensen of hun specifieke doelgroep te pakken te krijgen. En maar hopen dat het lukt. Ja. Maar als er eentje naast hangt die het beter doet, dan is al dat geld voor niks besteed. Mm-hmm. En zijn er bepaalde regels voor of richtlijnen voor dat je zo zegt van dat... Trekt meer de aandacht, bijvoorbeeld bepaalde kleuren? Of... Ja, kleuren zijn heel sterk, maar beweging is misschien nog het allersterkst. Dat is natuurlijk heel evolutionair heel logisch. Als iets beweegt, dan moet het echt wel heel erg belangrijk zijn. En laat ik er mijn aandacht er maar op richten. Maar kleur is heel sterk, maar geluid werkt natuurlijk. Het gaat echt om de kracht van een bepaalde prikkel. Ja. Dus dat zijn meer dingen in de omgeving zelf. Dan heb je ook nog eigenlijk zaken die dan weer evolutionair zo waarschijnlijk zijn ontwikkeld, zoals gezichten. Om het gezicht te trekken, automatisch de aandacht in de omgeving. En dan dingen die voor jou belangrijk zijn. Dat is een hele interessante categorie. Bijvoorbeeld voedsel. Voedsel trekt de aandacht, een plaatje van voedsel, maar alleen als je honger hebt. Dus het zijn heel erg dingen die afhankelijk zijn van het moment van de dag. En als iedereen herkent misschien het voorbeeld wel, dat als je net een nieuwe auto hebt en je denkt dat je een vrij unieke auto hebt en ineens zie je hem overal rijden. Ja. Het is voor jou dan belangrijk geworden. Ja. En je koopt een jas en je loopt naar buiten en ziet ineens 3-4 mensen dat met die jas lopen. Dat is toch Bader-Meinhof? Ja. Principe of zoiets. Ja, en dat principe wordt verklaard door het feit dat voor jou dat belangrijk is. Dat is wat je op gaat pikken uit de omgeving. Als je naam ineens ergens hoort in een ruimte, valt die ook ineens, trekt die ook ineens de aandacht. Ja. Dus er zijn basale regels die voor iedereen gelden. Maar dit zijn eigenlijk regels die wel gelden. Maar de regel is zo dat die eigenlijk continu zorgt dat andere type informatie belangrijk is. Als ik nu het voorbeeld noemt van Times Square. Jij ziet straks ergens een plaatje van Times Square. Dan gaat daar eerder de aandacht naartoe. Omdat er al eerder iets over gezegd is. Of en dat zijn ook van die reflexen. Dus als je informatie... Onbewust. Het is onbewust. Gewoon, dat zijn inderdaad reflexen. En je moet dus weten, als je informatie wilt overbrengen, waar is de ander mee bezig? Als de ander aan rood denkt, dan kun je beter maar rode informatie proberen aan te bieden. Maar dat is best lastig, want vaak is het niet zo makkelijk als een kleur. Maar ligt het veel ingewikkelder. Dus heel vaak krijg ik, vertel me nou eens hoe ik de aandacht moet trekken. Ja. Dan denk ik, dan moet je dus weten waar degene die aandacht, waar de aandacht van wil hebben, waar die mee bezig is. Ja, precies. Ja. Dus dat is heel erg afhankelijk van... Ken je klant. Ja, precies. Ja. Van doelgroepen, van heel afhankelijk van doelgroepen, wat voor de ene groep werkt, waar voor de andere groep totaal niet. Ja. En het is heel leuk om dat soort mismatch te zien, dat je ineens denkt, dit gaat natuurlijk helemaal niet werken in deze omgeving. Maar voor in de verkeerssituatie wil je natuurlijk iedereen. Daar moet je echt dus wel gebruik maken van die basale regels. Ja. En gelukkig is een verkeersweg een heel erg gecontroleerde omgeving. En kun je dus echt wel ervoor zorgen dat iedereen die informatie oppikt. Ja, je gaat ervan uit dat mensen ook echt met het verkeer bezig zijn. Maar als je door de stad heen loopt, zul je dus veel meer je best moeten doen om het voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, jij gaf ook nog een voorbeeld ergens dat mensen juist ook wel dingen die zo...
uitzonderlijk zijn juist niet meer opvallen. Hoe werkt dat dan precies? Als je bijvoorbeeld een slagboom midden op de weg... Ja, die slagboom is een heel mooi voorbeeld. Ja. Die slagboom is bij de Koentunnel. En laten we wel wezen, 99,9% van de automobilisten pikt die slagboom gewoon op. Ja. En die Koentunnel die wordt dus afgerond met een slagboom voor de ochtendverkeer. En dan gaat die open en dan mag je s'avonds mag je die tunnel wel gebruiken. Een soort wisselbuis. Alleen het probleem is dat je die slagboom niet verwacht. Omdat wij, als we met verkeer bezig zijn, dan zijn we wat op de weg er verwachten, beweegt. Mm-hmm. En dan ben je dus heel erg ingesteld op dingen die bewegen. En dingen die stilstaan, die trekken dan niet de aandacht, omdat ze niet kloppen met je verwachtingen. Nee, behalve misschien een bord langs de weg of zo. Ja, maar langs de weg is een ander verhaal, want langs de weg verwacht je. Je hebt dat heel erg, je kan het heel specifiek instellen. Op de weg beweegt niks, naast de weg beweegt wel wat. En er zijn ook best veel ongelukken bekend, waarbij, volgens mij 2 jaar geleden nog op Texel, waarbij er een meisje midden op de weg stond. En gewoon werd aangereden. Terwijl de automobilist zei, ik was niet met mijn smartphone bezig. Ik heb echt op de weg gelet. Ja. Alleen ja, je gebruikt allerlei verwachtingen. En wat je verwacht is in. En als iets daar niet mee klopt, dan kan je dat enorm missen. En dan moet je echt heel erg je best doen. En moet je echt staan aan het schreeuwen. En ze hebben met slagboom ook gedaan. Ze hebben er lampen aan gekoppeld. Ja. Hij is ook dikker gemaakt. Dus het werkt nu best goed. Maar toch kan het zomaar zijn dat één iemand die mist. En nog steeds gaat het één keer per maand mis. Jeetje. Ja, dus een extreem voorbeeld. Maar het laat zien dat je verwachtingen heel erg bepalen wat je meekrijgt onder om je heen. Vandaar ook weer die uitspraak. Je kijkt niet met je ogen, maar je kijkt met je hersenen. Omdat iedereen kijkt met andere verwachtingen. En als jij binnenkomt en je gaat samen naar een museum met iemand die geïnteresseerd is in architectuur, dan pikt die hele andere dingen op uit je omgeving dan jij. Maar komt dat ook doordat we dan zo vaak bepaalde dingen hebben gezien, dat dan bepaalde verwachtingen worden? Dus je ziet heel vaak auto's rijden op de weg, dus dan is het normaal om auto's te zien, maar je ziet bijna nooit een slagboom. Dus nee, omdat je bepaalde dingen vaker ziet, ga je die verwachten. Ja, het wordt eigenlijk opgebouwd door je verleden, dat wordt je eerder hebt meegemaakt. En de enige manier om dat slagboom dus op te lossen is dus overal slagbomen neer te zetten. Ja. Dan kost het een tijd, maar op een gegeven moment wordt het deel van je verwachtingen. Ja, en dan ziet iedereen ze. En dan gaat het waarschijnlijk een stuk meer goed. Ja. Dus weet je, het zijn helemaal wat je zegt. Het zijn die verwachtingen die een hele belangrijke rol spelen. En weet je, het brein moet keuzes maken. We kunnen niet al die informatie verwerken. Het hoeft dus ook helemaal niet. Anders had evolutie ons wel maar een compleet andere set hersenen opgezadeld. Ja. Dus dit is waarschijnlijk de meest efficiënte oplossing. Om alleen maar beperkte informatie te verwerken. Maar ja, dat heeft wel zijn nadelen. Waarschijnlijk zijn de voordelen veel meer dan de nadelen. Want we zijn allemaal redelijk goed in staat om te overleven met die beperkte capaciteit. Maar daar moeten we dus wel zuinig op zijn. En als we dan even terugkeren naar concentratie, zien dat er dus heel veel situaties zijn waarin mensen hun aandacht niet goed gebruiken. En zichzelf laten afleiden op momenten dat helemaal niet nodig is. Ja, zoals tijdens werk. Tijdens studeren. Of dat ze dan toch met allerlei schermen openstaan en notificaties open hebben. Omdat ze denken dat ze bereikbaar moeten zijn. Mm-hmm. Terwijl dat ervoor gaat zorgen dat ze zich niet goed kunnen concentreren. Ja, en vermoeider naar huis gaan. Want als je de hele tijd afgeleid wordt, dat kost ook heel veel energie. Ja. Ja, wat ik ook wel eens ergens heb gelezen is dat bijvoorbeeld als je 2 mailtjes binnenkrijgt, je ziet ook niet zo goed meer wat urgenter is, omdat het allemaal even urgent lijkt. Of het nou een mailtje is van je baas of van een reclame nieuwsbrief. Het komt allemaal binnen op dezelfde plek. Lijkt allemaal even belangrijk, dus je hebt het gevoel van ik moet dat continu... Ja, en het is ook heel lastig om inderdaad daar vandaan te komen. Hè? Dus als je een taak bezig bent en je wordt afgeleid door een mail, is dat vaak ook een reden om ook die andere mails te gaan beantwoorden. Ja, omdat dat wisselen tussen taken, dat kost best wel veel energie. Mm-hmm. Dus als je wisselt tussen taken, is dat een vrij heftig besluit, zeg maar. Omdat het wel even gaat duren voordat je weer terug gaat keren bij de taak. En dat weet je ook. En ze weten uit observatiestudies ook dat mensen dan waarschijnlijk gewoon pauze gaan nemen meestal. Even wandelen, even wat gaan doen. Ik ben er nou toch uit. Dan kan ik ook even mijn Facebook of mijn Instagram. En dan kan het dus best wel lange periode duren voordat mensen die oude taak weer oppakken. Want dan komen we ook bij multitasken. Dat is ook echt niet mogelijk. Want je doet eigenlijk altijd 1 taak tegelijk. Ja. Dus dan ligt daar je definitie van multitasken. Ja. In principe kun je wel 2 taken doen. Maar inderdaad, wat je zegt, dan doe je dus om en om. En dat doen we heel vaak. En dat is helemaal niet erg. Dus multitasken gedefinieerd als zijnde 2 taken om en om doen. Hartstikke handig soms. Als ik aan het koken ben, ik heb kleine kinderen en ik moest een beetje in de gaten houden. Dan ben ik continu aan het wisselen en misschien is mijn eten daardoor iets later klaar. Misschien iets minder lekker, maar die kids zijn veilig. Ja. Weet je, dus dan is het een hele handige situatie. Maar er zijn ook situaties waarin het helemaal niet
handig is om steeds te wisselen. Stel dat je twee belangrijke deadlines hebt, dan kun je dus veel beter proberen die eerste helemaal af te ronden en dan naar de volgende gaan. In plaats van ze allebei een beetje proberen tegelijkertijd te doen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen wel vaak in die modus zitten. Dan zeggen heel veel mensen nog, ja, ik kan wel twee dingen tegelijkertijd. Ik kan namelijk... Ik kan heel goed multitasken. Ja, nee, bijvoorbeeld, ik kan toch lopen en praten tegelijkertijd. Mm. Ja, helemaal mee eens. Alleen lopen doet geen beroep op je aandacht en op je concentratie. Dus het zijn echt dingen, het zijn eigenschappen, het zijn taken die niet vanzelf gaan, waar je aandacht voor nodig hebt. Ja, sommige dingen kunnen automatisch worden. Hè, hoef je geen aandacht meer voor nodig hebben. Bijvoorbeeld autorijden. Toen ik in het begin moest leren autorijden, was dat voor mij heel moeilijk. Ik mocht er geen muziek op staan. Iedereen moest zijn mond houden. En ik had al mijn aandacht nodig om te leren autorijden. Middels ja, vooral het schakelen geworden. En dat soort dingen. Het is allemaal automatisch geworden. Ja. En nu kan ik wel een gesprek voeren terwijl ik aan het autorijden precies, ben. Soms denk je dan echt van... heb ik de deur wel op slot gedaan? Dat soort dingen van je vergeet, je denkt er niet eens meer over na. Omdat er geen aandacht voor nodig is, is het een automatisme geworden. Ja. En dat stelt je dus weer in staat om iets anders te gaan doen. Maar heel veel dingen worden nooit een automatisme. Een tekst schrijven wordt nooit een automatisme. Studeren wordt nooit een automatisme. Dat kan ook eigenlijk niet, omdat je altijd weer nieuwe informatie eigenlijk alleen verwerkt. Motorische acties, die kunnen uiteindelijk automatismes worden. Ja. Dus als je in een fabriek werkt en je voert steeds dezelfde actie uit, dan heb je op een gegeven moment daar geen aandacht meer voor nodig. Dan doe je het zeg maar zonder er echt over na te denken. Ja. Maar heel veel van ons hebben werk die niet motorisch van aard is, maar waarbij je dus continu je concentratie nodig hebt. Ja. En hoe kan je dat dan vergroten? Je concentratie? Ja, er zijn wel wat trucs voor, denk ik. Bewustwording is een hele belangrijke. Ik bedoel, denk ik ook de reden dat we het gesprek hebben en hopelijk ook dat mensen luisteren, is dat als je weet hoe het werkt, dan ben je misschien de volgende keer al wat bewuster bezig met het inrichten van je omgeving. Op het moment dat je een periode wilt concentreren. En dat je dus ook realiseert dat je ook echt maar alleen maar die ene taak moet uitvoeren. Want je omgeving is heel belangrijk. Om je goed te concentreren. Ja, als je in een omgeving zit met heel veel afleiding, dan gaat het heel erg lastig worden. En ik denk dat je dat heel veel van ons werken helaas in kantoortuinen. Ik zeg helaas, omdat ik weet dat heel veel mensen er ontzettende problemen mee hebben om daarin te kunnen werken. Dus heel vaak is een werksituatie al helemaal niet ingericht. En klinkt het een beetje als een dooddoener. Oh ja, ik snap wel dat je niet moet laten afleiden. Maar ik denk dat in heel veel bedrijven mensen er wat actiever mee bezig moeten zijn om afspraken met elkaar te maken over hoe gaan we hier met werken om. Als ik mensen spreek met een bedrijf, dan is het heel vaak toch dat mensen zeggen van ja, er wordt hier gewoon op de vloer gesproken. Mensen komen bellend binnen. Ik geef vaak lezingen bij bedrijven en ik hoop wat er uiteindelijk altijd gebeurt, is dat mensen dat gesprek met elkaar aangaan en dat er hopelijk iets verandert. Ja, terwijl juist die kantoortuinen zijn ingericht met het idee van dan is er meer contact met elkaar misschien ideeën die sneller worden gecreëerd. En het heeft ook vast een voordelen, maar de vraag is of die voordelen opwegen tegen de nadelen. Ja. En de nadelen zijn gigantisch. Ja. Namelijk dat er heel veel menskracht verloren gaat, omdat mensen maar proberen zich continu proberen te concentreren en last hebben van al die afleiding. Dan gaan ze met koptelefoons werken, dan gaan ze thuis werken. Dus eigenlijk... Stilteruimtes worden dan weer ontwikkeld. Ja. Echt een doel, er zijn... zeg maar peilingen gedaan met mensen die in kantoortuinen werken, die zijn echt niet blij. Nee. En het probleem is dat er altijd wel mensen zijn voor wie het wel goed werkt. Sommige mensen zijn best moeilijk af te leiden. Mm-hmm. Maar sommige mensen zijn met minste of geringste al afgeleid. Ja. En die kantoortuinen zijn dus niet voor iedereen geschikt. Nee, precies. Ja, ik zelf bijvoorbeeld ga ik af en toe naar een koffiezaakje om wat te werken. Maar dan vind ik juist dat achtergrondgeluid wel fijn. Maar dat is vrij constant. Ja. Het is net als mensen die met muziek opwerken. Dat kan ook. Maar dan moet het wel bepaalde muziek zijn. En het voordeel van die koffie. Soms doe ik één nummer gewoon op repeat. Dan wordt het heel voorspelbaar. Maar dat kunnen we heel goed in dat. Dan bouw je een soort muur om je heen. Ja. En dan geef je natuurlijk geen aandacht aan. Je zit dus in die koffietent, dan zit je geen gesprekken te voeren. Nee. Het voordeel van die koffietent is dat het een beetje geroezemoes is. Waar gewoon geen pieken in zitten. Mm-hmm. Het probleem is als iemand binnenkomt stormen. Dat trekt automatisch de aandacht. Omdat het een piek is die afwijkt van de rest. Ja. Dat is het voordeel van die koffietentjes. Al zijn er mensen die het ook trouwens ook echt niet kunnen. Nee. Moeten volledige stilte hebben. Ja. Maar heel veel mensen werken inderdaad met muziek op. Ja. Dan luisteren ze niet naar die muziek. Dan gaan ze niet een nieuw album zitten luisteren. Nee. Dat zijn vaak hele bekende nummers. Niet Nederlandstalig, sowieso niet, maar dat is een ander verhaal. Dat ligt eraan wat voor Nederlandstalig. Meestal wordt er niet eens in gezongen. Als je kijkt naar de Spotify-lijsten. Die voor werk gebruikt worden. Die concentratiemuziek. Een beetje neoclassiek. Ja. Dat is heel relaxed. Piano. Die zijn heel populair. Omdat die vrij gemakkelijk kunt negeren. Ja. Ja, en je zegt dan dat concentratie een soort spier is die je kunt trainen. Ja. Dat is dus ook zoiets als meditatie of andere dingen die je kunt doen om te trainen. Het is heel interessant als je ter meditatie roept wat dat teweeg brengt. Vorige week stond ik in de Volkskrant.
Ja, die had ik gelezen. Waarbij de interviewer bij mij wist te ontlokken dat ik aan meditatie doe. Sinds kort. En het is grappig dat iedereen dat eruit heeft. Omdat heel veel mensen... Het is ook heel populair. Ja, heel veel mensen zeggen, oh ja joh, vertel dan eens. En mensen verwachten het van mij ook helemaal niet. Dus dat is wel grappig. Oké, want zo nuchter of ik ben zo, heel nuchter en heel druk. En mensen associëren mij ook niet met dat soort dingen. Nee. Maar ik vond, ook ik, en ik ben absoluut niet goed of zo. Ik ben allemaal net begonnen. Maar dat is ook niet het doel natuurlijk. Dat is ook niet het doel. Nee. En ik wil ook absoluut nu niet bekend zijn als een soort meditatie-expert. En ik zie mijn inbox, denken mensen dat ineens nu wel. Mensen zijn heel erg op zoek daarna. Van, en iemand uit de academische wereld die zegt dat meditatie goed is, daar spreken we ik het enige wat ik zeg is dat ik de wetenschappelijk bewijs hiervoor overtuigend vind. Mm-hmm. En dat vind ik al heel wat, want dat vond ik het eerst niet. Maar ik heb dat natuurlijk vanwege het boek weer een beetje ingelezen. Het is mijn onderzoekstraject niet, dus ik dacht, ik ga me er dus met een kritisch wetenschappelijk oog naar kijken. En ik ging er ook kritisch naar kijken en ik dacht, dat kan de wetenschappelijke kwaliteit niet veel voorstellen. De onderzoeken die gedaan zijn. Ja. Maar en ik had wel een paar dingen tussendoor gehoord. Ik dacht, toch eens een keertje goed naar kijken. En ik vind het wetenschappelijk bewijs best wel overtuigend. Ja. Voor je concentratie, eigenlijk voor heel veel dingen wel. Want wat zijn dan interessante concepten? Nou ja, het verbetert. Het is een hele goede. Toen ik er zelf begon. Toen zei degene waar ik les volgde, die zei ik, ja, eigenlijk is meditatie hetzelfde als concentratie. Het is je op één ding richten en dat dan langere tijd vasthouden en proberen interne en externe prikkels te negeren. Ja, dat is concentratie ook. Ja, en wat het volgens mij ook vooral wat heel belangrijk is, is dat als je dan afgeleid bent om weer terug te gaan. Dat is echt het moment van aandacht trainen. Ja. Omdat je dan weer van afleiding weer terug gaat naar aandacht. En dat heb je in het dagelijks leven dus continu nodig. Ja. En dan kun je ook gewoon een boek gaan lezen, denk ik. Ik weet nog steeds niet of het nou beter is dan gewoon getraind een boek gaan lezen. En dat goed vol te houden. Heel veel mensen vinden het prettig. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere zaken die erbij komen kijken natuurlijk. Zelfreflectie, ego, nou dat soort dingen. Nou, daar weet ik dan minder van. Dat is heel anders. Weer, dus, dus ik denk dat heel veel mensen meditatie kiezen ook om andere redenen. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik die redenen zelf ook inmiddels wel heb ervaren. Maar dat is dan weer voor een ander gesprek. Maar... voor de concentratie weet ik dat het, omdat het een goede oefening is, en concentratiespiers die je moet trainen, is het een van de manieren waarop je spier zou kunnen trainen. Maar ik weet nog steeds niet of het nou beter werkt voor concentratie dan. Mm-hmm. Dan bijvoorbeeld het gewoon doen. Gewoon die tekst gaan schrijven, gewoon het boek gaan lezen, en dan langzaam gewoon, opbouwen. Ja. Van 5 minuten naar 10 minuten naar 15 minuten. En op een gegeven moment op het juiste moment pauzes nemen. Ja. Maar meditatie helpt wel. Ja. Ben je ook bekend met het boek Deep Work van Cal Newport? Ja, lang geleden gelezen. Ja, want dat gaat daar ook over dat je gaat oefenen met langere periodes één ding doen, zoals schrijven. En dat je daar, dat moet je ook opbouwen. Hij zegt ook van, de meeste mensen kunnen niet gelijk al een uur lang schrijven. Maar als je dat elke dag gaat oefenen, dan kun je dat ook steeds langer doen. Ja. En ik weet niet of hij dat doet, maar daar wil ik dan de luisteraar wel voor waarschuwen. Heel veel van dat soort boeken zijn op zich best prima. Mm-hmm. Alleen wat zij vaak doen is, ze worden heel concreet. Hmm. En je kan veel zeggen van een boek wat je wil, maar het wordt niet concreet. En wat bedoel ik daarmee? Ik zeg niet van... Jouw boeken bedoel je? Ja, dan zeggen mensen, hoe lang kan ik me concentreren? Ja, weet ik veel. Hmm. Ja, het is afhankelijk. Persoonlijk. Het is persoonlijk. Ja. Het is afhankelijk van welke taak je hebt. Het is afhankelijk van hoe moeilijk het is. Het is afhankelijk van wat je ervoor gedaan hebt. Het is afhankelijk hoe je geslapen hebt. Dus het is veel nuttiger om de principes te weten dan om een soort boek te volgen wat dan precies zegt half menu, half uur, half uur dat, dit en dan 10 minuten pauze. Ja. Nee, volgens mij doet hij dat niet hoor. Nee. Maar inderdaad, er zijn wel heel veel boeken die dat doen. Die Pomodori-techniek en zo, de principes kloppen allemaal wel. Alleen het probleem is dat ze dus inderdaad het veel te concreet maken. En ik snap dat mensen daarnaar op zoek zijn. Ja. Maar psychologie kan dat nog helemaal niet bieden, want het is allemaal veel te persoonlijk. En het gaat eigenlijk allemaal om een gemiddelde. En we weten allemaal, het gemiddelde bestaat niet. De gemiddelde mens bestaat niet, want die zit gewoon ergens lekker aan de linkerkant of de rechterkant van die distributie. Mm-hmm. Ja, precies. Dus laat je daar net of niet in. Ik kreeg wel, ik heb het wel proberen, ik heb het uitgelegd in het boek, maar ik kreeg toch nog steeds recensies van mensen die zeiden, ja, nou ben ik nog steeds niet belangrijk, maar ik kan concentreren. En denk ik, shit, punt gemist. Dit was precies wat ik niet wilde. Weet je, dan vliegen er maar geen miljoenen boeken over de toonbank. Maar voor mij is het belangrijker, ik denk dat het belangrijk is om die principes te kennen van multitasken, het belang van pauzes. Hoe richt je omgeving in? Nou, ik vertel in het boek nog over aandachtsrituelen en dat soort dingen. En dat veel belangrijker zijn dan het hyperconcrete maken. Ja, precies. En dan moet je eigenlijk gewoon gaan oefenen en zelf gaan ontdekken wat voor jou dan de beste manier is. Absoluut. Ja. Ieder brein is anders. En sommige mensen is de kantoortuin prima, voor de andere mensen niet. Ja, precies. Het is afhankelijk van hoe afleidbaar je bent. En
je kunt wel trainen wat je wil, maar een soort maximale spierkracht die iedereen kan bereiken, die verschilt tussen. Ja, precies. Dus ook met sporten. Ja. Dus de een heeft aanleg voor spierbouw en de ander niet. Nee, precies. Ja. En dan vroeg ik me nog af, hè, de smartphone is natuurlijk echt een heel groot ding in dit leven of in deze tijd. Ja. Zeg jij dan bijvoorbeeld van, nou, die als je dan echt je aandacht wil ergens op wil focussen, leg hem gewoon weg? Of... Ja, ik zou nooit zeggen dat je moet verbannen uit je leven. Nee. Dat is allemaal veel te ver. Dat zijn dingen zoals digitale, is ook niet nodig. Digitale dementie, dat geloof ik ook allemaal niet. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Dat is dat je daardoor niks meer kan onthouden. Dat we slechte geheugen zouden krijgen door die smartphone. Nou, laat mij de data zien waar dat uit blijkt. Maar absoluut, we denken wel dat die bereikbaarheid, dat wel in conflict is met concentreren. Mm-hmm. En dat, bedoel, jij komt nu binnen en ik heb mijn telefoon ook weggelegd. En, ja, ook op stil. Precies. Ja. En ik wil niet dat ik de hele tijd op mijn telefoon zit te kijken. Dus ik denk, maar ik denk wel dat je dat opnieuw weer met elkaar moet communiceren. Dat als jij een periode gaat concentreren, dat je dat met elkaar afspreekt. Jongens, ik ben de komende paar uur even van de radar. Mm-hmm. Want bereikbaarheid is een groot goed, hè? Dat vinden we allemaal heel belangrijk. Terwijl het veel beter is om dat met elkaar te communiceren. In het lab hebben wij ook wel een beetje die regel. Mm-hmm. Ja, je vindt het wel fijn om even te weten waar je uithangt. Maar ik verwacht niet dat je continu op je mail reageert als ik weet dat je aan het schrijven bent. Ja, precies. En ik denk dat heel veel mensen dat een beetje lastig vinden, omdat ze dan denken, denken mensen dat ik niet aan het werk ben, of denken mensen dat ik niet betrouwbaar ben als ik niet snel op mijn mail reageer. Dat snap ik. Ja. Dus mijn oproep is er ook altijd, zorg dat je binnen bedrijven dat gesprek communiceert. Ja, ja. En dat al. Iemand die continu op zijn... We kennen allemaal die persoon, die hoeft maar te mailen en binnen een minuut die terug. Ja. Ik moet zeggen, op dit moment heb ik bij mij ook dat ik heel snel terug mail. Dat is eigenlijk ook het fijnste, want dan ben je er weer vanaf. Maar, en dan wordt het gezien als, die is echt on the job, die is super lekker bezig. Ja. Maar je moet ook even nadenken, wat was diegene eigenlijk aan het doen? Ja. Waarom reageert hij binnen een minuut terug? Dat kan een keer gebeuren, maar als dat altijd zo is, die was zich niet aan het concentreren. Nee. Ja, dus dat zijn wel even een soort omdenken. Waar we misschien wel even nog een slag in kunnen maken. Ja, precies. Maar dat is dus eigenlijk ook wel bedrijfscultuur. Of, heel erg. Ja. En je bent best verbaasd over hoe bedrijfscultuur een gevaar kan zijn voor concentratie. Hmm. En dat hele stoere jongens en meiden rondlopen die dan zeg maar echt dominant zijn binnen zo'n cultuur. En dat de rest eigenlijk zegt, ik word gek van die e-mail en ik kom er niet meer naartoe. En dan eigenlijk er van een hoogte naar hoger af. Het wordt verwacht om gewoon continu bereikbaar te zijn. Ja, precies. En dat hopelijk, dat het verandert, dat heel fijn is voor heel veel mensen. Ja, precies. Ja, ook omdat je zegt van, het verschilt heel erg per persoon. Ja. Dus, het er ook gewoon begrip voor, weet je wel. Ja. Heel vaak wordt er toch een one-size-fits-all oplossing gekozen. Mm-hmm. Die voor iedereen zou moeten werken. Ja. Ja, en je weet allemaal dat de uitval op het moment op werken heel hoog ligt. En dat heeft allerlei redenen. Maar een van de redenen is ook wel een enorme beroep op mensen om continu maar bereikbaar te zijn. Ook 's avonds. Ja, precies. En het brein niet tot rust te laten komen. Want we hebben niet echt over pauzes gehad. Maar dat is een enorm belangrijke factor. Dat hoort ook gewoon bij werk. Ja. Namelijk je brein weer opladen. Ja, want dan met pauze bedoel je dan bijvoorbeeld iets gaan doen wat geen energie kost of geen aandacht kost. Ja, of om die batterij weer op te laten laden. Ja. Op te laten laden. Want je hebt maar een beperkt aantal energie om aan te... Iedereen. Door sommigen kan het misschien wel, wat ik veel, 3 keer volhouden en anderhalf uur. Maar in die end is het een keer op. Ja. En dat is prima. En dan moet je ook niet door blijven gaan. Dan is die batterij gewoon leeg. Dan moet je weer op gaan laden. Ja. En dan moet je dus niet iets anders gaan doen. Als je echt moe bent en het brein is op, dan moet je gewoon even lekker gaan wandelen en iets gaan doen wat geen aandacht eist, zodat die batterij weer oplaadt. Dan is het ook wel handig om je telefoon even weg te laten. Ja, want heel veel mensen gaan dan scrollen door hun Instagram of dat soort dingen. Daar laat de batterij natuurlijk minder goed van op, want het doet weer een beroep op je aandacht. Ik bedoel, het is niet fout, maar als je zegt, wat is de ideale pauze? Buiten in de natuur. Ja. Of in een parkje. Ja. Of even gewoon, even niks. Mm-hmm. Even lekker kletsen, gewoon iets, een beetje wat een beetje op de automatische piloot gaat, waar je niet altijd over na hoeft te denken. Ja. En dan gemiddeld gezien zou je zien dat mensen na zo'n pauze gewoon weer beter presteren dan als ze maar een beetje op die telefoon hebben zitten rommelen. Ja, maar misschien krijg je nog een goed idee ook, want het is ook een moment waarop je creatief kunt zijn. Natuurlijk. Ja, ja. En verveling dan? Is dat dan juist ook nuttig om je af en toe echt even te vervelen? Dan heb ik een goede vraag voor jou, want ik moet binnenkort een lezing geven over verveling. Wat is verveling? Is dat, want het zit een negatieve connotatie aan. Nou, ik denk, je kan het misschien wel vergelijken met, net zoals meditatie, maar of dus dat je niks doet, maar dat je dan je helemaal laat leiden door al die gedachten of zo, of verwachtingen. Is het vervelend om jezelf te vervelen?
Ja, weet ik niet. Nee, dat verschilt heel erg. Dus daarom vind ik het een interessante vraag. Omdat vervelen is voor mij inderdaad niets doen. Maar dat vinden sommige mensen heerlijk. Ja. Sommige zeggen, ik vind het heerlijk om het te vervelen. Het is vooral de associatie. Ik zit me zo te vervelen. Ja. Denk ik, ja, wacht even. Is het nou? Dus ik weet nog steeds niet aan welke kant vervelen nou zit. Of dat nou... Kijk, want niets doen is hartstikke nuttig. Mm-hmm. Niets doen, daar laat je van op. Je kan creatief worden. Dan kun je ook onder concentratie trouwens. Maar het is een manier om creatief te zijn. Wie weet wat er gebeurt in je kop. Zelfreflectie. Het is ontzettend belangrijk om niets te doen. Maar is niets doen hetzelfde als vervelen? Dat weet ik dus niet. Nou, vervelen is dan misschien dat je het dan wel als negatief ervaart. Ja. Ja. En dat is natuurlijk niet fijn. Nee. Nee, dus dan is vervelen niet goed. Nee. Dus als mensen zeggen, ik vind het heerlijk om het te vervelen. Dan snap ik die mensen niet, want dan vinden ze het heerlijk om... Dus dan vinden die het waarschijnlijk niet vervelend. Dan is het heerlijk om niks te doen. Ja. Of ja, ja. Maar niets doen is dan... Als niets doen hetzelfde is als vervelen, dan is het echt top. Ja. Dan moeten we dat meer doen en dan moeten we als op de bus staan te wachten even niet die telefoon erbij hakken, maar gewoon even niets doen. Ja, precies. En dan misschien alle negatieve connotatie daarvan loslaten. Mm-hmm. Als het piekeren wordt, dan is er een probleem. En dan moet je dat aanpakken en doen. Dagdromen, wat natuurlijk niets doen eigenlijk is, want het brein is nooit niks aan het doen, maar het brein gaat dagdromen. Ja, want je hebt een soort default netwerk toch in je dus brein? Ja, het wordt actief. Als je niet geconcentreerd bent, dan komt het default netwerk, wordt actief. Ja. Dus het brein gebruikt geloof ik maar 5% minder energie in volle concentratie dan tijdens niets doen. Dus dat betekent dat heel erg best wel actief is. Ja. Uiteraard, het brein ligt gewoon op. En dat is altijd hetzelfde netwerk. Noem je dat het default netwerk. En dat wordt geassocieerd met dagdromen. Of het Engels mind wandering. Dat vind ik echt een mooie term. Dagdromen, dat klinkt zo utopisch. Maar mind wandering is veel meer wat het is. Ja. Het is een beetje van links naar rechts. Oh, ik moet die nog bellen. Oh, shit, ik moet... Oh, wacht. Oh ja. Oh, hey, dat is een goed idee trouwens. Oh, wat een raar gesprek vorig jaar. Weet je wel, je gaat van links naar rechts, van voor naar achter. Ja. En dat kan betekenen dat je dingen met elkaar combineert die je nog niet eerder hebt met elkaar gecombineerd. En dat andere netwerk, dat concentratienetwerk, kan in de tussentijd zich opladen. Hmm. Want het default netwerk is actief en dat is een ander netwerk als dat concentratienetwerk. Ja. Dat stelt je in staat om het concentratiewerk weer op te laten. Ja, want dat concentratienetwerk is eigenlijk je echt richt op één ding. En het default netwerk is eigenlijk van alles met elkaar en door elkaar. Ja. En klopt. Dat gaat alle kanten op. Ja, ja, dat is juist lekker dat het af en toe even kan. Ja, ja. Even mag. Ja. Ja, en je zei ook dat er nog best wel veel, ook in die zelfhulpboeken en zo, misvattingen en fabeltjes zijn over... Ja. Concentratie. Kun je daar nog wat voorbeelden over geven? Dan wat is echt gewoon niet waar over... Nou ja, de belangrijkste is die heel veel mensen kennen... is dat we een concentratiespanne zouden hebben... die kort is dan een goudvis. Oh ja, een paar seconden of zo, ja, toch? Ja, dat is echt totale onzin natuurlijk. En die zie je best even terugkomen. En ook dat, echt in best wel gerenommeerde boeken, dat ik denk zo. Oké, heb je wel eens achterhaald waar dat vandaan komt? Want die komt uit Microsoft Canada, geloof ik. Dit is een belachelijke bron. Ja. En ook toch dat elke generatie weer minder concentratie heeft. Ja, dat we dus inderdaad echt onze concentratiespannen achteruit zou gaan. Ja. Ja, weet je wat ik al zei? Dat kan wel zijn, maar er is geen enkele data die dat duidelijk maakt. Dus kijk, evolutie is ook niet zo snel natuurlijk. Hè? Dat we nu met een generatie, dat er nu kinderen geboren zouden worden met een ander brein dan 100 jaar geleden. Dat is niet zo. Nee. Zo snel werkt dat niet. Dus de potentie is er nog steeds. Het is alleen de omgeving die is heel erg veranderd. Ja. Ja. Maar de omgeving hebben wel invloed op. Gedeeltelijk. Ja. Op het moment dat jij dat wil. Dus daar kun je wel wat mee doen. Ja. Dus dat is wel een soort fabeltje. En dat komt ook wel een beetje door al die mensen die bij Google dan gewerkt hebben met Facebook. En dat worden zogenaamde spijtoptanten. En die stappen dan uit zijn bedrijf en die gaan vervolgens de meest verschrikkelijke dingen roepen. Ja. Van, oh, we gaan met z'n allen de kloten en al dat soort dingen. En dan heb ik vertrouw ze niet. En dat komt omdat ze vaak dan ook een boek hebben. Of ze hebben een bedrijfje, of ze hebben een app ontwikkeld. Ja. Waarbij ze dat soort heftige uitspraken nodig hebben. Mm-hmm. Dus ik geloof zeker dat we onze concentratie niet... En hier heb ik lang mee getwijfeld, lang over gedubt. Want ik dacht, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En ik weet dat ik het boek, ik had een eerste versie af en het was best wel paniekerig. Welke dan, bedoel je, welk boek? Concentratie. Ik heb best wel een paniekerig boek geschreven. en toen dacht ik, ja, maar ik krijg het niet. Ik kreeg het niet in mijn hoofd rond, zeg maar. Want ik had niet de data om het te laten zien. Toen ben ik een avond gaan wandelen. Toen heb ik het helemaal omgegooid. En uiteindelijk geconcludeerd, we gebruiken het niet optimaal. Maar dat deden we misschien vroeger ook al niet. Maar dat weet ik niet. Daar heb ik geen... Ik weet wel... Nee, dat alleen niet, nu niet. Nu zie ik momenten en situaties in het verkeer. En daar is de bibliotheek. En ik zie daar studenten... met hun mobiel tussen hun toetsenbord en zichzelf liggen. Ja. Nee, dat is niet handig. Nee. Dus ik heb het boek veel hoopvol geschreven en bedacht... Oké, ik denk dat het beter kan. Mm-hmm. En dat we, omdat we nu weten hoe concentratie werkt... dat de psychologie steeds beter wordt... kunnen we dat gebruiken om het juist tegen te gaan. En om zich helemaal beter te kunnen concentreren dan ooit. Ja. En dat vind ik eigenlijk een stuk
logischere manier om naar te kijken dan te zeggen dat we door de mobiele telefoon en sociale media gedoemd zijn. Gedoemd zijn. Ja. Dat is niet zo, want we weten, we kunnen er iets tegen. Misschien kun je juist wel die technologie ook wel weer in positieve zin gebruiken. Zeker, ja, absoluut. Bepaalde kansen die je nu hebt, die je natuurlijk vroeger niet had. Informatie die je kunt opzoeken en waardoor je veel sneller kan communiceren met elkaar, wat heel veel tijd scheelt. En je kan ook juist inzetten voor goede concentratie, dat je periodes je telefoon op mute zetten. Dat je, er zijn allemaal apps die het ook allemaal ontwikkelen voor Precies, je. Een programmaatje ontwikkelt. Die social media blokkeren en zo. Het kan juist helpen. En ik denk dat de wetenschap, uiteindelijk moeten we ons daardoor laten leiden, vind ik dan natuurlijk als wetenschapper. Dat we ook daarmee steeds weten, ik bedoel, heel veel van de dingen die ik vertel, die weten we echt pas sinds de afgelopen 10 jaar. Hm. Het nut van meditatie, het nut van pauzes. Dat zijn allemaal recente studies. Dus ik denk dat die beweging eigenlijk net zo interessant is. Omdat we iets tegenover kunnen zetten tegen al die afleiding. Ja, precies. Dus zijn hoopvol eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een stuk positiever geëindigd dan. Ja, dat is veel, veel leuker en ook veel meer waar, geloof ik. Ja. Weet je, het is niet alleen maar een hoopvol persoon. Dan lezen mensen ook het boek en denken ze, oh. Volgens mij klopt het wetenschappelijk ook veel beter wat ik vertel dan de mensen die uit Silicon Valley stappen en zeggen dat ze iets ontwikkeld hebben, wat te vergelijken is met de duivel. Het is behoorlijk heftige uitspraken. Ja. En we hebben een zwakte van de mens ontdekt. Mm-hmm. Die like-knop. Ja, klopt. Maar gelukkig weten hoe de mens werkt. En laten we dat verhaal vertellen. Precies. Kunnen we er wat mee? Ja. En je had het net over het onderzoek dat vooral uit de afgelopen 10 jaar kwam. Ja. Jullie doen hier ook onderzoek, toch? Aan de Universiteit Utrecht. Zeker, ja. We doen onderzoek heel veel aandacht. Mm-hmm. Als ik al zei, het is vooral gericht op de waarneming. En wat pik je op uit de wereld om je heen? We doen hier niet echt onderzoek naar smartphones. We doen echt heel erg fundamenteel onderzoek. Dat vind ik ook heel fijn. Dus met oogbeweging. Oogbeweging, dus weer van het oogbewegingssysteem te begrijpen. Dus het is best wel een verschil eigenlijk tussen de meer toegankelijke verhalen die ik vertel, het onderzoek wat ik doe, dat heel fundamenteel van aard is. Mm-hmm. En ik denk dat heel goed kan, dat je gewoon de lessen die uit het lab leren, dat we die kunnen vertalen naar de echte wereld. Maar heel veel mensen rekenen nog steeds dat ik onderzoek doe naar meditatie en naar smartphones in het verkeer en concentratie. Ja, dat is eigenlijk gewoon meer breder getrokken. En waar wij in het lab hier heel erg aan bezig zijn inderdaad het oogbewegingssysteem. En waar we helemaal in het begin over hebben gesproken, over dat constantheid van het wereldbeeld. Dat is waar wij nu op dit moment onderzoek naar doen. De promovenden die hier nu zijn, mm-hmm. Die doen vooral onderzoek naar hoe krijgt het brein dat voor elkaar om een stabiel wereldbeeld te creëren, ondanks dat we oogbewegingen maken. Ja, precies. Dus echt het beeld wat je gewoon visueel hebt zonder... Hoe wordt het gecreëerd? Waar zit dat? En ook niet omdat je natuurlijk twee ogen hebt, maar je hebt wel één beeld. Hoe wordt het samengevoegd? Doen we ook onderzoek naar door oogbeelden, twee ogen verschillende informatie aan te bieden, te kijken wat er dan doorbrengt tot je bewustzijn. Mm-hmm. Dus dat is uiteindelijk wat wij hier onderzoeken. Dat staat heel erg ver weg, lijkt het misschien, van alle toegepaste onderzoek. Maar het is veel interessanter. Omdat de dingen die uit toegepast onderzoek komen, we heel vaak al lang weten uit het lab. Ik hoef geen onderzoek te doen naar de smartphone door te weten wat smartphone met je aandacht doet, omdat ik weet hoe afleiding werkt. Ja, precies. Dat is ook al een beetje, ik vertel dit zo omdat het ook al mijn oproep is om niet te makkelijk van fundamenteel onderzoek te zeggen dat we er niks aan hebben. Omdat het uiteindelijk is het fundamenteel onderzoek veel interessanter. Omdat daaruit vanzelf de lessen komen die je in het dagelijks leven kunt gebruiken. Ja, precies. Je kunt het juist breder interpreteren. Of dan weer voor heel veel verschillende situaties. Ja, we hebben nu zo'n oogbewegingsmeter, zo'n eye tracker. Die kunnen we buiten gebruiken, een soort brilletje. Heel laat zeggen mensen, oh tof, dan kun je het eindelijk in de echte wereld onderzoeken. We hebben in de echte wereld nog nooit iets gezien wat we niet wisten uit het lab. Dus dat wisten we allemaal al lang. Het is leuk om te zien dat het in de echte wereld ook zo werkt. Ja. Maar heel veel mensen denken van, dan is het in de echte wereld, dan wordt het echt interessant. Hmm. Nee, wetenschappelijk wordt het dan eigenlijk alleen maar minder interessant. Ja, oké. Want er wordt heel veel onderzoek ook gedaan naar social media en zo natuurlijk. Maar... Ja, maar uiteindelijk de principes, het is vaak een invulling van wat je fundamenteel al lang weet. Ik bedoel, hoe onze hersenen werken. Er wordt wel gezegd dat die like-knop, dat de nieuwste inzichten is. Maar we wisten al lang hoe dat werkt natuurlijk. Alleen het is goed bedacht. Ja. Maar het is niet zo alsof de mensen in Silicon Valley meer weten van het brein dan wij. Nee, absoluut niet. Het is allemaal eerstejaars psychologie als je erover nadenkt. Het eerstejaars psychologiecursus, als je dat volgt, dan weet je dat ook. Waar hun kracht zit, is dat ze het weten te vertalen naar een product. Dat is knap. Ja, precies. Maar de principes erachter weten we al lang. Mm-hmm. Ik bedoel, dat je benieuwd bent of jouw filmpje een like krijgt, ja of nee. Of er naar je podcast geluisterd wordt. Ja.
dat wisten we al lang. Ja, ja, en bedoel, ja. Weet je, alleen het is knap dat zij daar manieren voor te vinden om dat zich daadwerkelijk aan te binden. Ja, precies. Maar ze hebben niet een soort lek ontdekt in ons psyche. Nee, maar je zegt dus dat we heel veel al weten, maar ja. Waar zijn jullie, jullie zijn dan nu dus vooral bezig met dat visuele beeld. Ja. Zijn er nog dingen die jullie echt ja, ik ben bijzondere net bevindingen of nee, interessante ik ben hele, ontwikkelingen? Een hele grote subsidie bezig, waarbij ik binnenkort naar Brussel mag om dat te verdedigen. Dus voor een aanvraag voor 2 miljoen is dat een enorm budget. Oh, wow. Als ik het zou krijgen, dan kan ik weer een paar jaar lekker onderzoek doen. En dat is, lijkt ook weer een hele abstracte vraag, maar ja, mij betreft ook alweer een hele belangrijke vraag. Is als ik jou nu vraag of de luisteraar vraag om de ogen dicht te doen en te vertellen wat ze nu eigenlijk, in welke ruimte ze zich bevinden. Dan kun jij waarschijnlijk maar heel weinig details daarover rapporteren. Dus we internaliseren maar heel weinig van de wereld om ons heen. En we slaan in ons geheugen maar bijzonder weinig op. En dat hoeft ook helemaal niet, omdat we continu met de ogen die wereld kunnen benaderen. En ik wil heel graag weten wat nou precies bepaalt welke informatie je in de wereld laat om met de ogen te benaderen en welke informatie je opslaat. Mm-hmm. Hoe verre vertrouw je je omgeving als een geheugen? Ja, ja. Dat wil ik heel graag weten. En ik vind het heel interessant om te kijken hoe bijvoorbeeld mensen die hun wereld niet meer vertrouwen. Zoals mensen misschien met schizofrenie. Ze op een hele andere manier naar de wereld kijken omdat ze de wereld niet meer vertrouwen. Ik denk dat daar weten we heel erg weinig over. We weten heel erg wel wat we oppikken uit de wereld. Dat snappen we ongeveer wel. Maar nu is voor mij de volgende stap om te gaan kijken. Okay, wat slaan we op elk moment in de tijd van de wereld om ons heen? Ja. Precies. De wereld als een extern geheugen. Ik heb het in beide boeken heb ik het er ook over, heel kort. Want ik vind het een heel interessant fenomeen. Dat we dat continu doen. Dat we continu de wereld om ons heen als een soort geheugen gebruiken. En, maar dus niet opslaan? Of... Nee, dus niet. Ja. Nou ja, of je moet de wereld ook als een soort geheugen zien. Dat je zegt, oké, ik sla nu op door je telefoon. Zie je ook als een soort geheugen van jezelf. Ja, extern. Extern. Ja, ja. Dus ik vind dat heel, ik vind die balans. Wanneer sla je iets intern op? Wanneer sla je iets extern op? Dat vind ik een hele interessante balans. Ja, en daar is... Heel weinig van. Oké. Dus hopelijk mag ik daar nog een paar jaar mee doen. Ja, oh, interessant. Ja, want dat doet Attention Lab dan dus. Attention Lab is gewoon mijn groep, promovendi en postdocs. Daar heb je dus heel veel luisteraars wel weten, geld voor nodig. Ja, natuurlijk. Om nieuwe mensen aan te nemen. We zijn nu lekker bezig. Maar deze subsidie is binnenkort klaar, dus ik heb weer een nieuwe nodig. Ja, en zijn er ook nog andere bevindingen die jullie hebben echt ontdekt? Of in ieder geval misschien wat jullie vermoeden, maar wat dan echt bevestigd is? Nou ja, we zijn ook heel veel bezig met visueel bewustzijn. Dus wat dringt er nou echt tot je door, tot dat beeld? En daar zijn we heel erg bezig geweest met, we hebben een soort nieuwe techniek waar we heel erg op inzetten om visueel bewustzijn is heel moeilijk te meten. Ja. Hoe weet je dat? Ja. En we hadden net verteld over die twee oogbeelden. Dat het ene oogbeeld iets anders aanbiedt dan het andere oogbeeld. Dan krijg je een competitie tussen die twee oogbeelden. En dat is heel interessant. Want je kan dus iets aan één oog aanbieden. Wat gewoon daar staat. Maar omdat het andere oog iets anders ziet, wordt het andere gezien. Heel langzaam zie je dat andere dan verschijnen. Dus je gaat dan als uiteindelijk wisselen tussen de twee oogbeelden. En dat gebruiken wij als maat van visueel bewustzijn. Hoe lang duurt het voordat dat andere oogbeeld gezien wordt door de proefpersoon? En bijvoorbeeld laten zien, makkelijk vind ik om uit te leggen, is als je bijvoorbeeld de kleur rood aan één oog aanbiedt en aan de andere de kleur groen. En de kleur groen is geassocieerd met de schok die je eerder in de tijd gehad hebt, dan breekt groen heel snel door. Ah. Dus dat zijn allemaal dingen waarbij je ziet, oké, dit zijn duidelijk dus de regels. Het gebeurt allemaal onbewust. Maar dan denkt ergens in het systeem, denkt het systeem, of hoe je het ook wil noemen, het systeem denkt natuurlijk niet, maar wordt een soort signaal gegeven van, er is dat groene weer, snel. Ja. Dat wil je vast wel even zien. Ja. Dat is heel interessant. Dat wordt voor jou gedaan. Zeg maar. Mm-hmm. Dat drijft uiteindelijk in je bewustzijn naar boven. Nou ja, daar hebben we nog enorme lijnen die we daar nog wel. Daar kunnen we nog een paar jaar mee verder. Want dan kunnen we uiteindelijk de regels van bewustzijn een beetje achterhalen. Ja, want dat is natuurlijk nog een heel ander vakgebied of vlak. Maar dus echt wat gebeurt onbewust, wat gebeurt bewust. Ja. En dat is heel moeilijk te weten. Ja. Nu hebben we daar toch een manier gevonden waarop wij denken dat het zo'n benadering is van hoe het werkt. Ja, maar heel veel gebeurt onbewust. Heel veel meer dan we denken. Ja. Het is ook helemaal niet nodig om het allemaal te weten wat onbewust gebeurt. Nee. We ervaren het topje van de ijsberg, maar precies. Dat is klaarblijkelijk genoeg. Ja. Maar het is wel goed om te realiseren dat er onder de water heel veel gebeurt. Ja, ja precies. En wat ik ook nog wel benieuwd naar was, hoe zorg jij zelf voor meer aandacht en concentratie in je werk? Want je hebt natuurlijk een hele... Volgens mij echt wel een druk bestaan. Ja, gelukkig wel. Ja, leuk. Je reist ook veel. En hoe zorg je er dan voor dat je wel genoeg tijd hebt ook om
nou ja, je te concentreren op onderzoek en schrijven. Ja, en, door best wel streng te zijn voor mezelf, dus inderdaad. Dus door wel echt keuze. Kijk, ik heb, doordat ik onderzoek doe naar aandacht, leer ik wel waarderen hoe waardevol het is. Ja. Dus als ik mijn aandacht ergens aan besteed, dan doe ik het alleen maar, maak ik daar wel overwogen keuze van. Dan doe ik het ook goed, hoop ik. Probeer ik het ook goed. Voor jezelf in ieder geval, ja. Dus ik heb je uitgenodigd, super tof, je hebt mijn aandacht. Ja. Maar ik probeer dus ook daar wel keuzes in te maken. Van wat heeft mijn aandacht? Maar ik heb toevallig gelukkig soort de mogelijkheid om daar keuzes in te maken. En om dat zelf te kiezen. Maar ik vertel het mijn kinderen ook, als ze naar een of andere stomme reclame zitten te kijken, of als ze naar een stomme vlogger gaan, denk ik, ja, is dit nou echt je aandacht waard? En inmiddels kennen ze dat gesprek wel. Ja, ja. Weet je wel, van, ik wil ook niet dat ze naar reclames kijken. Weet je, dit is je aandacht niet waard. Kijk maar even weg. Weet je wel, ze doen dat nu ook. Oh, reclame. Ja. Dus nou, ik probeer daarop te letten. Mm-hmm. Zodat ik, want het gaat je allemaal beïnvloeden, weet je. Ja, het gaat allemaal je ervaringen creëren. En die moeten, ja, misschien is, als je reclame leuk vindt, dan moet je lekker gaan kijken. Maar zo zou ik laatst, ik vind deze reclame leuk. Oké, fair enough. Goeie precies, of als je in de reclame werkt, dat je reclames moet kennen. Of maar maak die afweging. Ja. In ieder geval, maak die bewuste keuze om dit gewoon eventjes te doen. Ja. En inderdaad, ja, probeer dus op het moment dat je ergens aandacht aan het besteden, ook ervoor te zorgen dat je echt aandacht kunt besteden. Mm-hmm. En maak met jezelf afspraken. Dat boek, daar doe ik altijd op zijn hele. Dus dat is mijn manier. Ik zeg niet dat dit de manier is. Maar ik nam mezelf voor om elke dag een x-aantal woorden te schrijven. Mm-hmm. En dat was een vast aantal woorden. En dan had ik langzamerhand achtergekomen dat als ik 700 woorden per dag schrijf, dat is te doen. Yeah. Dat red ik. Yeah. Soms duurde het wat langer, soms was ik heel snel klaar, omdat het een onderwerpje was waar ik toevallig heel veel van wist. Andere dingen moest ik wat mee opzoeken, maar uiteindelijk was het. En dat werkte heel lekker. Yeah. En ik ging ook echt wel niet eerder slapen voordat die 700 woorden af waren. Dus daar was ik best streng in. Al werd het nooit stress. Dus het werd nooit een moedje, het werd nooit stress, het werd nooit vervelend. Ik vond het gewoon een leuke uitdaging. Ja. En ik denk dat er veel. Dat is ook wel belangrijk. Veel leuke manieren om ernaar te kijken. Want als je stress hebt, moet je niet gaan werken. Nee, zorgen, niet gaan werken. Dat zijn, dan ben je, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik ook. Misschien heel veel mensen heel boos om me zijn en zeggen: ja, jij hebt makkelijk praten, klopt. Maar bijvoorbeeld buiten werktijd vind ik werken prima. Wanneer is het als ik er zin in heb? Weet je, ik ga even lekker naar boven, ik ga even knallen. Dan zeg je tegen mijn promovendi ook, doe dat gerust. Maar als je er geen zin in hebt, of als je moe bent, of als je gestrest bent, dan heeft het toch geen zin. Nee, dan heeft het geen zin, want dan is je werkgeheugen veel te veel bezig met alle stress en met alle zorgen die je hebt. En kun je veel beter zorgen dat die weg zijn. Ja. En als je hoofd echt weer leeg is, dan ga je weer lekker aan de slag. Ja, precies. Ja. Dus ik probeer het wel een beetje in praktijk te brengen. Ja, ja, ja. Ja. Dat zou ook toch ook wat zijn als je. Ja, practice what you preach. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, met dingen met die aandachtsrituelen en zo. Weet je, het zijn allemaal dingen die ik allemaal wel doe. Mm-hmm. En ik probeer het op zo'n manier de balans een beetje. Want die aandachtsrituelen, dat omschrijf je ook in je boek, maar kun je daar nog een voorbeeld van geven? Ja, bijvoorbeeld, je kunt niet verwachten dat als je meteen, als je ergens vandaan komt, als jij stelt het gesprek stop nu, we nemen afscheid en ik ga meteen zitten. Ga niet werken natuurlijk. Dus dat betekent dat ik mijn werkgeheugen even leeg moet maken. En dat dit gesprek even uit ons. Wat heb ik al precies gezegd? Heb ik weer rare dingen gezegd? Weet je, dat soort dingen zitten even in je hoofd. Ja. En dan daarna moet je vervolgens je werkgeheugen eens even leeg maken. En dat doe je dus door iets te doen. Dat doen we allemaal. Alleen het is mooi om wat te waarderen. Dingen zoals bijvoorbeeld was opruimen. Of even wat opruimen. In mijn geval is het iets met mijn cd-collectie, mijn platencollectie, wat ik leuk vind. Dat kost geen aandacht. En dat zorgt ervoor dat je werkgeheugen even leeg is en het associeer dan de volgende keer ook met concentreren. Dus op bepaalde websites die ik bezoek en dan weet ik, oké, ik ben mezelf aan het klaarmaken om straks weer echt te gaan concentreren. Ja, maar precies. Het heeft even tijd nodig. Ja. En bijvoorbeeld die genieën doen dat allemaal. Als je die biografie uitspitst, dat is heel interessant. Bijvoorbeeld Beethoven elke dag een x-aantal bonen die in zijn koffie moesten. En dan had hij dat heel erg te tellen. Dat was gewoon een aandachtsritueel natuurlijk. Voordat hij werkte, ging hij dat eerst doen. Dat was voor hem een manier om zich daarna te gaan kunnen concentreren. Ja, ja, precies. Ja, net zoals met sporters die bepaalde onderbroeken willen dragen. Ja, ofzo. Ja. Ja. Maar doe dat ook met, ik zal wel wassen dan die onderbroek, maar doe dat ook vooral met concentreren. Ja. Oké, creëer iets wat je eigenlijk continu doet. Ja, precies. En wat je associeert met, ik ga daarna eventjes concentreren. Ja, je kan verwachten niet van jezelf dat je in een split second kunt concentreren. Nee. En soms lukt het ook niet. Soms gaat het gewoon niet. Laat maar hangen dan. Op een gegeven moment zit je in een flow. En als je in een flow zit, blijft er lekker in zitten. Mm-hmm. En als je merkt dat je moe bent, dan stopt dan weer. Dat vind ik ook jammer van die kookwekkertjes. Ja, dan moet je een half uur kookwekkertjes. Dan zit je net lekker in. Ja. Denk je, moet ik nou stoppen? Nee, natuurlijk niet. Nee, lekker door. Ja. Ga alsjeblieft door. En slaap dan de dag erna maar even uit als het kan. Weet je. Als je erin zit, blijf erin zitten. Ja.
Het is heel waardevol als je in een goede flow zit. Mm-hmm. Dus stom door een of andere kookwekje. Ja, van nu moet ik pauze nemen en dan ben je erna er helemaal uit. Ja. Ja. Dan lukt het misschien wel niet meer. Dus nee, als je in een flow zit, hou je eraan vast. Ga lekker door. Ja. Totdat je merkt dat je moe wordt. Einde verhaal. Ja, precies. Ja. En zijn er nog boeken of andere vormen van inspiratie waardoor jij, of wat jij meer ideeën geeft, of wat jij leuk vindt, of in ieder geval of binnen dit thema dat je denkt van dat is een aanrader? Ja, of... muziek is voor mij heel belangrijk. Maar dat, ik denk dat dat voor heel veel mensen anders is, maar ik merk dat de muziek is wel de leidraad in mijn leven om inspiratie uit te halen en om rust uit te halen. Dus buiten je werk om of luister je ook? Ja, ook tijdens werk. Ook tijdens werk. Ik vind van bepaalde muziek, die kunnen me heel erg inspireren om mooie dingen te gaan maken. Om te voelen dat ik ook iets moet bijdragen. Zeg maar, om mij te inspireren. Mm-hmm. Dus mijn belangrijkste inspiratiebron is toch altijd wel muziek. Maar ik kan bijvoorbeeld, als ik een boek aan mag raden aan mensen, dan is het De Ego-tunnel van Thomas Metzinger. Okay. Dat is een filosoof. Mm-hmm. En hij praat onder andere een aantal dingen die ik een beetje heb aangetipt. Namelijk dat we niet een een-op-een relatie hebben met de fysieke werkelijkheid. Dat is echt zo'n mind-opener. Elke keer als ik dat weer lees, ik lees het wel eens terug. Dan is dat zo interessant om te lezen. Van wat zie ik nou eigenlijk? En wat ervaar ik nou eigenlijk? Ja. En hoeverre dus heeft dat jou ook inspiratie gegeven voor je onderzoek? Of? Zeker. Ja, absoluut. Absoluut. En eigenlijk is dat ook hetgene wat me het meest fascineert. Dat beeld wat opgewekt wordt door je hersenen, hoe werkt dat dan? En dat wil ik bestuderen. Ja, het is elke keer belangrijk om erbij stil te staan. Wat je nu eigenlijk ervaart, is niet de wereld, maar is iets wat opgewekt wordt door je brein. En dan komen we een beetje terug bij het begin. Ja. Weet je, uiteindelijk is dat alles. En dat wat jij ervaart, dus iets heel anders kan zijn dan wat de ander ervaart. En als je elkaar niet begrijpt, dat het misschien wel veroorzaakt wordt door het feit dat je allebei heel andere dingen uit die wereld haalt. Ja, precies. En als we dat beter weten, beseffen, dan kunnen we misschien ook elkaar beter begrijpen. Wederzijds begint daarbij en eindigt daar ook bij. En ik had een paar weken geleden mijn oratie. Dat was ook de boodschap van mijn oratie. Want, weet je wel, de psychologie is echt wel nodig. En ik weet dat de psychologie soms een beetje in een verkeerd daglicht staat. En terecht ook. We doen niet alles goed. Maar uiteindelijk is het wel cruciaal om uiteindelijk elkaar te begrijpen. Alleen, we zijn er nog lang niet. Nee. En het is een jong vakgebied en het heeft heel veel potentie. En het is nodig. Alleen ja, we moeten even back to the drawing board over bepaalde dingen. Want we moeten dingen eigenlijk weer opnieuw gaan bekijken. Omdat we gewoon een aantal dingen niet op de juiste manier aan het doen zijn. Zoals? Nou ja, iedereen wel de replicatiecrisis kent natuurlijk. Dat er heel veel psychologische experimenten zijn die niet repliceren. Mm. Die als ze opnieuw gedaan worden, niet lijken te kloppen. Ja. En ja, dat wordt veroorzaakt doordat het vakgebied veel te snel wilde. Mm. En te snel dingen naar buiten bracht. En er moet veel meer rust in de tent komen. En de buitenwereld zit heel erg op ons te wachten. En de psychologie magazine en de flows en de happiness moeten gevuld worden. Ja, populair natuurlijk. Maar even een stapje terug, jongens. We moeten even terug naar de basis. Misschien wordt het meer volwassen. Of? Ja, ik denk dat we, en dat zie je ook op heel veel vakgebieden al gebeuren. Ik ben niet de enige die dat zegt. Dus je ziet in heel veel vakgebieden ook dat het juist nu voorop gelopen wordt in bijvoorbeeld nieuwe statistiek. En dat onderzoek veel meer gerepliceerd wordt voordat het naar buiten gebracht wordt. En als het naar buiten gebracht wordt, dat het met veel meer mitsen en maren naar buiten wordt gebracht, dan dat er meteen een boek in de winkel ligt die zegt dat je een potloodje tussen je tanden moet doen en dat je dan plaatjes als gelukkiger interpreteert. Ja. Dat klopt allemaal niet. Nee. Ja. Heel veel boeken die nu nog in de boekhandel liggen, die kloppen gewoon niet. Hmm. En dat is een beetje jammer. Ja, precies. Maar het komt goed, het is een mooi vakgebied. Ja, dus heel veel voor de komende jaren voor ons ook, voor iedereen om in de gaten te houden wat er uit gaat komen. En, goed te doen. Staat er voor jou nog een nieuw boek op de planning? Of, en dan ga ik mezelf een heel klein beetje tegenspreken, maar ik ga het ook meteen corrigeren. Is we gaan de twee boeken die nu uit zijn gekomen, die gaan we wat concreter maken. Oh. Maar dat wilde je toch niet? Ja, ja. Klopt. Maar die twee boeken zijn, ik sta er hartstikke achter. Maar we hebben wel het idee dat mensen heel erg op zoek waren naar handvaten. Hmm. Dus ik ga niet concreet worden in 10 minuten kwartier, maar ik ga wel de tips die we in het interview ook een paar genoemd hebben, die gaan we nog even kort op papier zetten. En dat wordt dus een soort afgeleide en dat schrijf ik samen met een wetenschapsjournalist omdat ik het heel moeilijk vind om super concreet te worden. Dus we gaan het samen proberen te ontwikkelen. Hmm. En het wordt gewoon 42 tips voor betere aandacht en concentratie. Oh, ja. En dat wordt dan alle theorieën die ik in die andere boeken besproken, die worden dan uitgelaten.
Maar dat vind ik wel prima, want mensen kunnen altijd, als ze echt willen weten hoe het zit, dan komt het uit die twee boeken. Maar dan zie je hier hoe je het concreet kan maken in je dagelijks leven. Het gaat over meditatie, pauzes nemen, dat soort dingen. Ja. Die komen daar dan concreter in. Oh, leuk. Ja. En waar kunnen mensen jou volgen of op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Want onder het noemen Practice What You Preach ben ik niet heel erg actief op sociale media. Nou ja, dus, is misschien ook positief. Ja, absoluut. Ik hou me daar verder van. Dus nee, ik ben niet te volgen. Ik heb wel een website. Waar als mensen me willen benaderen, dan kunnen ze me altijd bereiken. En ook als een nieuw boek uitkomt, komt hij daar ook wel zeker op te staan. Zeker weten. En gelukkig is mijn uitgever zo actief dat je altijd wel hopelijk dat in de media terug ziet Maven. Komen. Als ik een nieuw boek heb. Maar als mensen geïnteresseerd zijn op een bezoek kan komen of zo, dan kunnen ze via www.stevenvanstichel.nl, een enorme ego-website, excuses. maar zo moet dat dan. Het is een beetje Amerikaans, maar ik heb ook boeken zijn ook vertaald, dus het moet ook een beetje voor de wereld. Het is een beetje, ik schaam een beetje voor die site. Dan ga ik niet helemaal zitten kijken, maar kunnen ze me zo bereiken. En ik mail altijd relatief snel terug. Ja, oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, voor je komst. Ja. Leuk gesprek. Ja, zeker. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel van opgestoken. En wil je meer over dit onderwerp leren, dan raad ik je de boeken van Stefan zeker aan om te lezen. Zijn boeken zijn Zo werkt aandacht en het boek Concentratie. En er komt dus ook nog een werkboek aan. En de show notes vind je op suzandelink.nl/podcast. Daar vind je ook de boeken en kun je nog even rustig teruglezen wat we hebben besproken. En ook alle andere afleveringen bekijken. Dit is alweer nummer 31, dus er zijn nog 30 andere podcasts om te beluisteren. En als je deze podcast tof vindt, laat dan zeker een review achter op iTunes. Dat zou ik enorm waarderen en dat helpt mij ook om beter zichtbaar te worden. Heb je vragen of feedback? Laat me dat ook vooral weten. Je kunt me altijd een berichtje via mijn website suzandelink.nl of via Twitter of Instagram sturen. Ik heet daar gewoon @suzandelink. En dan heel graag weer tot de volgende aflevering. Doei!